Dat mijn hoofd had bedacht, dit is toch tof, zeg. Ik kan dit boek dus inderdaad op allerlei mooie plekken ter wereld gaan schrijven. En mijn lichaam daar echt iets heel anders van vond. Want dan zit je op een hele mooie plek en dan zit je met je pen en papier. Ik schrijf mijn boeken dus ook echt in mijn notitieboek. En daarna typ ik het over. Dus het is echt met de hand schrijf ik het, dan typ ik het over. Uh, en dan wordt er heel veel geschrapt. Want ik schrijf ongeveer 100.000 woorden. Het wordt teruggebracht naar 70.000, 60.000. Dus ja, dat is. Um... Soms een teleurstelling ook wel, dat je dus dan ergens gaat zitten, dan heb je je notitieboek en dan zit je. En dan, uh, komt er hallo, <laughs> en dan komt er niks. Maar dan denk je, ja, maar ik heb nu twee uur of drie uur de tijd. Want ja, er is nog een kleine, die moet homeschooling. En er is nog een man, ex-man, die wil ook sporten en zijn ding doen en werken en meetings. En, ja, en dan zit je dus en dan gebeurt er niks. En voor het weet ben je weer twee weken verder. En dan krijg je een berichtje van de uitgever hoe Ga je, kun je alweer het volgende stuk Van Nee, ah, niet. Nou, dat is wel eens uh, lastig. Aan de andere kant gaf dat me ook weer heel veel inzicht. Want dan schreef ik bijvoorbeeld over onze emoties... en wat voor een rollercoaster dat soms kan zijn door je lichaam. Dat vind ik wat grappig dat ik nu dus over emoties ga schrijven. Want als er iemand nu door heel veel emoties gaat, ben ik het. Maar echt op alle lagen. Ja. Gewoon op energetisch, op spiritueel, op mentaal, op fysiek, op de emotielaag zelf, maar ook nog eens op het stuk trauma. Ja. Soms dacht ik echt, dit, daar ben ik, ik ben heel benieuwd wat er in mijn boek staat ook. Cool. <laughs> ik heb hem in zo'n ook bubbel geschreven. Ja, hoi. Daar ben ik inderdaad heel benieuwd. Dat mensen hem gelezen, hè? want ze teruggaat straks over. Ja, ik hoop